Goedemorgen. Vandaag is de eerste keer dat ik naar een paard ga kijken. Ik rijd helemaal naar Zwolle, dus dat is 1 uur en 50 minuten rijden. Dus ik moet zo eerst nog even tanken. En ik ga kijken naar een Appaloosa en pre-Appaloosa's. Wat het verschil is, dat weet ik nog niet. Maar dit is natuurlijk oriënterend. Dus ik ga gewoon even kijken en dan zie ik daarna wel verder. Ik had me misschien meer in moeten lezen, maar dat is er even niet van gekomen. Ik heb wel de stal waar ik ga kijken gereviewd. Tenminste gereviewd, daar heb ik reviews van gelezen. En gekeken waar het is en of er nog slechte dingen te vinden waren. Die kon ik niet vinden, dus ik hoop dat het ook echt zo is. Julian is het paard, maar ze hebben 20 paarden te koop ongeveer. Dus wellicht dat het niet Julian wordt. Julian is 6. Hij is een grijs schimmel. Pracht. Ik vind hem echt prachtig. Andere mensen vinden niet, maar goed, een kwestie van smaak. En hij is 6 jaar. Dat vind ik eigenlijk wel jong en ik wil eigenlijk liever een Mary. Dus dat zou kunnen zijn dat het iets anders wordt. En ik ga ook geen beslissing nemen vandaag. Ik ga gewoon kijken. Even kijken hoor, volgende week heb ik nog 2 afspraken staan. 1 met Choco, dat lijkt me een onwijs gaaf paard. En 1 met even waar ik de naam vergeten ben, omdat ze steeds die maal die erop zetten. En al die namen onthoud ik dus niet. Mocht dit allemaal niks worden, geen probleem. Maar dan wacht ik even tot januari met verder kijken. Omdat nu de drukste maanden van het jaar eraan komen. En eigenlijk het te druk is om dan ook nog helemaal naar bijvoorbeeld Zwolle te rijden. Dus ik ga nu naar Zwolle en ik laat jullie straks meer zien. Dit is favoriet. Favoriet is een Andalusia, PRE geloof ik. PRE ook nog. En die gaat met ons mee. Ik mag er even op rijden. Hij is veel jonger dan dat ik in mijn hoofd had. Hij is 5. Maar hij is tot nu toe ongelooflijk braaf en lief. Hij snapt nog niet alles. Nou ja, dat vind ik nou eigenlijk niet zo heel erg. We gaan even rijden. Oh ja, je bent echt mooi zo. We gaan even naar je kijken, schat. Kom mee. Kom maar. Wat een drol, man. Jij mag ook. Ja. Uit Zwolle. Ik vond Favoriet echt een puppy. Wat een scheetje was dat. Hij snapt er allemaal nog niet zoveel van, maar het is wel echt van, doe ik het goed, doe ik het goed. Nog een keer. Wat wil je van me? Zal ik het ook proberen? Wil je dit, wil je dat? Luistert heel goed naar je stem, dus dat is op zich ook wel heel fijn. Zou je nog op je stem kunnen leren rijden? Het is gewoon een dropje. Of het verstandig is, dat weet ik nog niet. Dat ligt er een beetje aan, maar hij is wel heel lief, heel werkwillend. Hij zit heel soepel, loopt soepel en heeft daar sowieso heel veel zin in. Met Tess weet ik niet of dat direct iets wordt. Dus dat is zeker een twijfeldingetje of iets waar ik beter naar moet kijken. Het is niet een paard dat gelijk wegspringt of moeilijk doet of weet ik het. Dat is het allemaal zeker niet. Alleen, ja, als jij je benen aanlegt. Oké, ik ga sneller, ik ga sneller. Oh, je stopt. Oh, ik stop. Dus hij is heel, heel direct en heel werkwillend.
En dat zou voor Tess best wel eens heel spannend kunnen zijn, omdat hij dan natuurlijk gewoon doet wat ze zegt. En dat is ze helemaal niet gewend. Dus ik weet het niet. Ik ben in ieder geval heel erg verliefd op hem. En nu moeten we gewoon eventjes verder kijken of dat met Tess iets zou worden. En hoe die zich ontwikkelt. En ja, goed. Ik ben in ieder geval reuze enthousiast over de stal. Ik vind de stal echt heel erg leuk. Het is niet zoals wij hier in het Westerland gewend zijn met Solaria en 5 sterren en weet ik het allemaal. Het is gewoon echt een boerderij. En daar staan stallen en daar is een bakje. Ik vind dat geen probleem, zeker niet. Hele aardige meiden. Die ene, dat ene vrouwtje die weet ook precies een paard bij je te zoeken. Dus dat is heel erg leuk. En die andere dame is gewoon ook heel behulpzaam. Dus ja, leuke stal. En mocht het met dit paard niks worden, wellicht met een ander paard. Dus ik ben reuze enthousiast over dit geheel. En nu nog even afwachten. Dinsdag ga ik naar een ander paard kijken. En wellicht, als het lukt, misschien zaterdag met Tessa en Minke naar, nog een keertje naar Favoriet. Want dat is wel mijn favoriet. Oké, dankjewel. Doeg!